Hoe kun je hoofdluis voorkomen? Ik denk dat hoofdluis te voorkomen is door veel je haren te kammen met zo'n luiskam. Kammen en wassen, hè? Ja, de haren wassen. Nou, sowieso op scholen de luistertassen die natuurlijk in gebruik zijn. Dus ik denk dat dat inderdaad al een heel goed begin is. Ja, ik denk dat je daar het meeste wel mee onderschept. Als je bericht krijgt dat er hoofdluis heerst op school, dan is het belangrijk om je kinderen wekelijks te controleren. Je kunt het haar het beste controleren met een stof- of luizenkam met plastic tanden. Bijvoorbeeld met de Prioderm luizen- en netenkam. Voor uitgebreide kaminstructies kun je terecht op prioderm.nl. Naast een regelmatige hoofdluiscontrole kun je ook Prioderm preventief gebruiken. De spray beschermt jou en je gezin effectief en op een natuurlijke manier tegen hoofdluis. Hoofdluizen kunnen niet resistent worden voor deze spray van Prioderm. Erg handig als er in de klas, in de buurt of bij een van je gezinsleden hoofdluis heerst. Je voorkomt daarmee verder verspreiding. Wil je weten of er hoofdluis is bij jou in de buurt? Ga dan naar luizenradar.nl. Daar kun je zien waar er op dit moment hoofdluis heerst.